Ja, maar Wim, jongen, daar heb ik dé oplossing voor natuurlijk, hè. Ja, ik ben even aan het lijn met Wim van Severen, directeur televisie van de VRT. Ja, ik hoorde, Wim, dat jullie willen gaan concurreren met Wie wordt de man van Vera. Ja, ik heb het format voor jullie. Wie wordt premier van België? Ja, tuurlijk. En onze anchorman is natuurlijk Yves Leterme. En ik zeg jou, Wim, dat wordt een kijkcijferkanon. Die man brengt sowieso al 800.000 kijkers met zich mee, natuurlijk, hè. Ja, misschien zijn het er nu wel wat minder, maar ja, de Franstaligen kijken natuurlijk ook, hè. Ja, al was het maar om zich te ergeren, ja. Nou, ik leg het even uit. Het is een beetje een pop-idool voor politici, hè. Een beetje een bol-idool, zou ik maar zeggen, ja. Nou, dan gaat Yves iedere week een liedje zingen. Altijd lachen, zingt hij de Marse, de Barbers, whatever, hè. Dan doet hij ook nog wat splits- en plakwerk. Ja, het wordt eigenlijk ook een beetje een spel zonder taalgrenzen, zou ik maar zeggen, hè. Ja, ja. Ja, en als hij het even niet meer weet, dan is er een hulplijn. En dan wil ik gewoon gelijk naar koning Albert, ja. Wel natuurlijk even zorgen dat de man thuis is, hè? Ja. Nou, wat denken jullie? Oh, jullie gaan al in zee met Guy Verhofstadt. Dat vinden jullie wel een haalbaar programma. Nee, geen punt, Wim. Geen punt. Ja, dan gaan wij gewoon naar de VTM. Dan wordt Yves Leterme de man van Vera.